met Wil van Delft van het programma Delft is Blauw. Goedemorgen. Henk, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de laatste nieuwe single Weet jij morgen mijn naam nog? Klopt. Ja, zou je dat ook weten, mijn naam? Tuurlijk wel. Ik denk dat ja, je... ja, maar dat weet ik wel hè. Ja, ik denk dat je die vraag misschien dikker gesteld wordt nu. Ja, tuurlijk. Er worden allemaal leuke anekdotes opgemaakt en alles. En als ik langs loop, weet je morgen mijn naam nog? Dus dat is wel leuk. En ja, dan praten ze erover, dan blijft hij hangen. En dat is wel belangrijk. Dat is ook de insteek van het liedje. Ja. Het is jouw derde single. Ik draai dus juist een veel aangevraagde plaat van jou. Waarom, waarom? Ja. Dat is mijn tweede single inderdaad, ja. Ja. Het is de plaat die nog steeds veel wordt aangevraagd, die, deze waarom, waarom van jou. Ja, ik zie ook bij YouTube staat hij nog steeds als... van, ja, de laatste nieuwe single is natuurlijk nog niet veel bekeken, maar van allebei de singles is waarom, waarom ook het meest bekeken, ja. 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 Nu, deze single die komt bij Frank van Netten vandaan? Nee, bij Roy Otters. Oh, Roy Otters. Oh ja, ik heb me verwacht met de andere single. Deze Roy Otters. Ja. Ja, Roy Otters heeft de muziek gemaakt en ik heb zelf de tekst geschreven. Ja. En wat inspireerde jou tot het schrijven van de tekst? We waren vrijdagavond van carnaval waren we met een aantal jongens in Eindhoven. Ja. En een van die jongens is vrijgezel en die zag een mooie dame lopen en dat is echt zo gebeurd. En, maar die zag dat hij geen indruk maakte, dus die zei op een gegeven moment, nou, die weet morgen mijn naam niet meer hoor. En toen heb ik die regel in mijn telefoon gezet, ja. Want die vergeet ik. En dan ben ik na het carnaval mee aan de slag gegaan, dus vandaar die titel. Ja. Het zijn, je hebt drie singles uitgebracht, Henk, en je hebt zijn drie totaal verschillende singles. Hè? Want als je eerste single pakt, jouw debuutsingle, ik vraag je liever, ja. dat is ook weer een totaal andere single. Klopt, ja. Ik ben natuurlijk, ik zing al wat aan het theater, alleen ik zing nog niet met eigen repertoire. En ik ben nu een beetje aan het zoeken naar een stijl. Ja. Ja, vandaar dat ik drie verschillende stijlen heb. Maar ik denk, het laatste, of de Lieve Heer, die stijl gaan we wel op. Die waarom waarom is een heel mooi nummer. Alleen ja, in het café doet hij het niet zo goed natuurlijk. Dat is geen feestnummer. Het is een mooi luisternummer. Ja. Henk, wat ook misschien wel veel luisteraars niet weten, maar je bent ook eigenlijk ook een trompetist jij, hè? Ja, klopt. Ik heb waarom waarom zelf ingespeeld. En dit nummer hoor je ook weer veel trompetwerk. En dat heb ik ook weer zelf ingespeeld. Ja. Denk mezelf, luister, dat zijn er van weinige scenes waar je naar echte instrumenten hoort. Ja, klopt. En ik denk ook mijn volgende single, want ik heb natuurlijk wel een breed netwerk aan muzikanten vanuit mijn 40-jarige trompetverleden. Of carrière, zeg maar, want het is niet verleden, want ik speel nog steeds. Je hebt best kans dat er dadelijk in mijn nieuwe single nog meer live instrumenten in gaan komen, want ik vind dat gewoon super mooi. Ja. Dus jij zegt, jij hebt volgend jaar een jubileum te vieren dan, Henk? Dat is qua trompetten. Ja, dat is niet zo'n kroonjaar, zeg ik altijd maar, hè. Want eigenlijk, de trompetten doe ik meer in de carnavalswereld, dus zou je eigenlijk 44 jaar moeten zijn, hè, 4x11. Ja. Ik heb ooit eerst gelezen, Henk, jij was ooit bij een optreden, was bij Jannes toen in Jeffrey Hees, daar ging je met een hele club uit Dordrecht, ging je daar naar dat optreden toe. Klopt, ja, hele fanbus vol. Ja. Ja, dat was het grote concert van Frank van Netten, ja. waar ik zelf ook mocht zingen. Er waren dik 4000 man aanwezig in Apeldoorn. Is dat... En daar zijn we met een hele fanclub zijn we daar naartoe gegaan. Dat was gezellig. Is dat jouw grote vaste achterban, die fanclub van jou? Ja, ik heb wel een... Kijk, ze zijn niet altijd alle 30, 40 aanwezig. Bij elk optreden, dat varieert natuurlijk, want ze kunnen niet altijd. Maar gelukkig was het toen was het lekker druk, ja. Is wel natuurlijk voor een artiest, als jij bent natuurlijk de steun in de rug, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, het is natuurlijk niet mijn vak. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby, zeg ik altijd maar. En het is altijd leuk als mensen je steunen natuurlijk. En je merkt nu dat ik wat meer singles uit ga brengen en wat meer landelijke bekendheid krijg. Dat het groepje wel steeds groter wordt. Ja. Is het ook Henk, is het ook dat jij toch naast de single ook een stuk entertainen doet? Ja, ik probeer altijd wel de boel een beetje te vermaken en een beetje gek te doen en een beetje humor erin te gooien inderdaad, ja.
Dat zit in jou, hè? Jij bent niet iemand, jij bent een artiest die daar stijf staat te zingen tot zijn tijd voorbij is. En jij moet er natuurlijk de fun erin zitten. Ja, ik sta niet om een klokje te kijken van, oké, ik moet nu een half uur zingen. Dan doe ik 9 nummers in het repertoire en dan ga ik snel naar de volgende. Nee, ik had zaterdagavond ook weer moest ik tot 12 uur zingen. En dan ben ik ook weer gewoon tot 11:15 doorgegaan. Ja. Ik vind het gewoon leuk om op de bühne te staan en leuk mensen te vermaken. Ja. En wat zing je dan naast jouw eigen repertoire? Wat zing je dan naast dan? Tom Jones, UB40, Frans Bauer, André Hazes, Doe Maar. Ja. Best wel een heel breed repertoire. Ja. Jij bent ook een van de oude rotten in het vak, zoals ze dat noemen. Qua leeftijd zeker, ja. En de boekingen voor de optredens, Henk, lopen die goed? Die lopen lekker, ja. Kan altijd beter natuurlijk, maar ik heb helemaal niks klaar. Ik zit elk weekend, ben ik wel onder de pannen. Ja. Hey, nou, je bent een echte Dordrechter of een beetje Rotterdammer, of van alle twee een beetje? Nee, ik ben wel fijn dat het is wel mijn clubje, dus dat het Rotterdams linkje is wel gelegd. Maar ja. Ik ben echt Dordtenaar. Ja. Ja. Oké. Okay. Henk, even voor de luisteraars die mee willen luisteren, zij kunnen meer, informatie vinden, want je hebt een mooie eigen website, hè? Ja, ik heb een eigen website, ik heb een Facebook vriendenpagina. Die zit elke keer wel rond de 5000, dus ik kan niet altijd iedereen toevoegen op de ras. Ja. Maar dan kunnen ze wel mijn likepagina op Facebook liken. En daar staat ook alle informatie op. En ik heb Instagram en uiteraard YouTube. Ja. Waar alle leuke clips op staan. Ja. Oké, we gaan de single draaien. En ik ga jullie eerst heel erg bedanken dat je morgen live hier even bij ons in de uitzending was. Ja, jij ook bedankt voor de zendtijd, Wil. En alle luisteraars wil ik een hele fijne dag toewensen. Nou, het ga je goed, Henk. Tot de volgende keer. En bedankt. Hoi. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi.